We hebben als centrale bank, is een instituut, een moederbank van de banken, de Bank of Banks, een grote klap gehad. Banking is de business van vertrouwen. Je vertrouwt je middelen toe als deposant aan een bank. En de algemene banken die vertrouwen hun middelen op hun beurt toe aan de centrale bank. Ik wil eigenlijk beginnen over die issue betreffende de kasreserve dat ook recent in het nieuws is geweest. Om te beginnen, daartoe te komen, even kort over de gewezen governor. De gewezen governor van Tricht is ongeveer 10 maanden geleden, heeft hij zijn werkzaamheden aangevangen, vol goede moed. En gedurende het traject zijn er een aantal zaken misgegaan. De kwesties die zijn misgegaan, die worden onderzocht door het OM. En ik wil ten aanzien van die kwestie verder het onderzoek afwachten. Wat er ook uit het onderzoek komt, mogelijk heeft de persoon in kwestie zich schuldig gemaakt aan slordigheid, mogelijk schuldig gemaakt aan zaken die in de burgerrechtelijke zin overtredingen zijn, en mogelijk heeft hij zich schuldig gemaakt aan strafrechtelijke feiten. Laten we beseffen dat ook de gewezen governor een familie heeft, gezin heeft, kinderen heeft, en niet meer pijn veroorzaken dan de persoon in kwestie reeds ondergaat en zijn familie ook ondergaat. Het zou elk van ons kunnen overkomen en het is onze taak om met deze verantwoordelijkheid ook om te gaan. Het onderzoek dat is ingesteld aan de hand van een aantal feiten welke zijn ontdekt. Om precies te zijn, begon het met de kwestie van de auto, u alle bekend, rond december. Toen, en om precies te zijn, 27 december, toen ik een telefoontje kreeg van de minister van Financiën, die thans in het buitenland is, en als zodanig vandaag niet hier, met zorgpunten. En vanaf dat moment, zijn we bezig geweest met deze kwestie. Het is begonnen bij de kwestie van de auto rond 2, 3 januari. Toen was ik inmiddels terug met de gewezen governor. Er speelde ook een kwestie. Dat is te maken met de 19,5 miljoen waar Suriname de zaak gewonnen heeft. En de regering een diplomatiek initiatief heeft ingezet om vooral de status van verdachtmaking van banken op te heffen. Dit is een kwestie waar het een heel belangrijke kwestie is, dat ik u meegeef waarom het belangrijk is om in de mediaverzorging niet onnodig de centrale bank als instituut of zelfs mensen te beschadigen, omdat al deze zaken ook impact hebben op de afwikkeling van deze zaak. Als we onze eigen neus beschadigen, maken we ons gezicht lelijk en dan ligt het aan ons. En dan kom ik op marktwerking. Markten, overal in de wereld, maakt niet uit. Als je gaat naar de centrale markt, als je gaat naar een groentemarkt, als je gaat naar een bloemenmarkt, als de prijs laag is, verkoop je meer. Als de prijs stijgt, verkoop je minder. De enige markt waar dit niet waar is, zijn de financiële markten. En dat geldt niet alleen hier, het geldt in de hele wereld zo. In financiële markten, lees koers,
Wanneer de koers stijgt, heb je meer vragers, want ze denken dat het nog hoger gaat. En wanneer de prijs omlaag gaat, heb je de omgekeerde, dan wacht men, omdat men denkt, het gaat nog lager. Panic feeds panic. En zo'n situatie hebben we ook nu. Daarbij is het ook zo dat er natuurlijk een aantal structurele zaken zijn in die economie. En wij als centrale bank zijn een monetair instituut. De partner, het ministerie van Financiën, is het fiscaal instituut. Die twee hebben een wisselwerking. Als je monetaire politiek eentje is van groei met je economie en je hebt een fiscaal onevenwichtigheid, dan gaat het druk zetten op de deviezenreserve. Dat is overal in de wereld zo, niet alleen hier. In de afgelopen dagen, waar de president op doelde, zijn er ook gesprekken geweest met de bankinstellingen die hierop gewezen hebben. En ook de centrale bank heeft hierop gewezen. We gaan de fiscal deficit, willen we koersstabiliteit. En koersstabiliteit is heel belangrijk, want wanneer je instabiele koersen krijgt, dan hebben de speculanten de kans om een slag te slaan. Maar degene die verliest is de consument. Altijd zo. In Suriname is het zo. En elders in de wereld is het zo. Dus we hebben allemaal een belang om rust te brengen. Waar de president het over had. Tegelijkertijd moeten we intern ook beseffen dat zaken die structureel moeten worden opgelost, ook worden opgelost. Nu moet ik ook erbij geven dat wanneer je een onevenwichtig fiscaal probleem hebt, dat je het niet in één dag kan oplossen. It needs some time en het heeft ook een plan van aanpak nodig. Er zijn ten aanzien van koers een pakket van maatregelen die men kan doen op korte termijn, maar structureel moet je dit fixen. De toekomst van Suriname, naar de mening van velen, is een heel goede. Als we kijken naar de mega-discoveries en wat dat allemaal in 5 jaar kan betekenen, maakt niet uit welke regering je hebt. Maar degenen die dan regering zijn, hebben het tot hun verantwoordelijkheid om die groei voor die bevolking te doen plaatsvinden. Waar we het over hebben is nu. Hoe gaan we dus de komende periode overbruggen? En hoe kunnen we het vertrouwen herwinnen? Als centrale bank zijn we erg beschadigd. Dat zijn de feiten. De governor heeft conform de bankwet 1956 en daarna gewijzigd heel veel bevoegdheden. Hij kan de bank in- en buitenrechten vertegenwoordigen en ook de reglementen die zijn functioneren organiseren kunnen, en dat staat ook in de bankwet, op geen enkele manier daar een beperking aan geven. De wetgevers zijn ervan uitgegaan toen in 1956 dat je een zeer integer, deskundig en sober mens, man of vrouw, zou hebben. Jammer genoeg zien we ook dat in deze zaken behoorlijk mis zijn gegaan. Er is ook een oproep van degenen die dat beseffen, dat we wetswijzigingen zullen moeten maken om dit nooit meer te laten plaatsvinden. Het is zeker geroepen. Als je iemand met de leiding belast, die misschien met welke intenties dan ook de ongelukken nu moet rapen van dat beleid. De raad van commissarissen en hun rol is in de wet geregeld. Wij hebben, toen we eerst in feite, er zijn een serie meetings geweest, we nagaan, de governor was 10 maanden in functie.
En er was een spanningsveld tussen de raad en de governor, wat op zichzelf normaal is. Dat is in vele organisaties op zichzelf geen enkel probleem. Transacties waar we vragen over hadden, maar er waren geen alarmbellen. Er was overleg. Bij de aanschaf van de auto begonnen de alarmbellen en dat was rond eind van het jaar, november, dat zaken werden geobserveerd die toch wel vraagtekens opwierpen bij zowel de minister van Financiën als bij de RVC van de bank. Zoals normaal betaamd is er gesproken met de toenmalige governor over deze zaken. Maar naarmate de tijd vorderde, kwamen andere zaken aan het licht. Vertelde u 1 december over de auto. Begin januari kwam andere informatie over consultancycontracten. En toen wij dat te weten kwamen, hebben we meteen een onderzoek ingesteld. Dat onderzoek heeft ertoe geleid dat er een aantal contracten, overeenkomsten aan het licht kwamen waar we de nodige bedenkingen over hebben. Ik zeg het voorzichtig, want het onderzoek dat thans wordt uitgevoerd door het Openbaar Ministerie zal uitwezen als er hier sprake is van overtreding van de strafwet. Wij willen, en daar praat ik namens de Raad, hierover nu geen statement maken. We willen hier voorzichtig zijn om due process de kans te geven. Daarnaast, bij het onderzoek, en er is ook in de media daar rapportage verplicht verlof, wij hebben toen gecorrigeerd, we hebben de governor gevraagd om met verlof te gaan, dat heeft hij direct gevolg aangegeven, geen moment geprotesteerd, was helemaal lief. Eigenlijk moet ik zeggen, alle verzoeken die we hebben gedaan, heeft hij gevolg aangegeven. Hij heeft perfect meegewerkt. Ook met het onderzoek dat nu door het OM wordt ingesteld. Er waren berichten van gevlucht. Dat is allemaal niet waar. De governor, gewezen governor, was altijd bereikbaar. En heeft in feite op elk verzoek gevolg gegeven welke gevraagd is. Laten we dat ook hier vaststellen. Omdat het anders hier pijnlijk is, alsof, en dat moet worden vastgesteld als dat zo is, en zo niet, dan wordt dat ook vastgesteld. Tijdens het onderzoek is er gesproken met de directie van de bank. Dus de governor was thuis, op ons verzoek, verlof, er was nooit schorsing of sanctie, is vrijwillig met verlof gegaan, en wij hebben toen het onderzoek gelegd, gesprekken met de directie. En we waren toen 10 januari, toen informatie ons bereikte uit de gesprekken met de directie, dat er een kwestie was met onze deviezenreserve, de kasreserve. Rond 13 januari, om precies te zijn, konden wij vaststellen als RVC dat kasreservemiddelen, dus dat zijn gelden van banken, gelden van deposanten die bij de bank liggen en zijn doorverschoven naar de centrale bank, dat gelden uit die middelen was gebruikt voor interventies. Laat me duidelijk stellen, want er is ook rapportage geweest, social media, fake news, media, waarbij beweerd is dat het geld is gestolen. Er is geen geld gestolen. De kwestie van onderzoek consultancy contracten, dat is een andere kwestie. En daar zal blijken als er iets is gebeurd dat niet regelmatig is. Dat weten we nog niet. Dat moeten we rustig in feite afwachten om te zien wat er daar gebeurd is. Wat betreft de kasreserve zijn middelen gebruikt voor interventies,
onder andere oliebetalingen, onder andere babymelk, onder andere voedingspakketten en zaken. En dat had niet mogen gebeuren. De middelen die zijn vallen onder de kasreserve, daar is er een streng regime voor. Die middelen mogen uitsluitend worden belegd in conservatieve monetaire instrumenten. AA bonds, cash, goud. En je mag niet aan deze middelen gaan. Op 13 januari, toen het duidelijk werd wat er gebeurd was, heb ik terstond het staatshoofd gemeld. Ik ben meteen naar de president toegestapt en ik heb de president geïnformeerd wat er aan de hand was. De president, de minister van Financiën en ik hebben hierover vergaderd. En de conclusie was dat we meteen de banken moesten informeren van dit probleem. Dat is ook gebeurd. De president heeft op Chinees Nieuwjaar zaterdag om 11 uur de banken ontvangen in het paleis. En daar in feite geïnformeerd van deze mishap. Het is niet ontdekt door anderen. Wij hebben de banken zelf geïnformeerd. Het staatshoofd heeft de banken zelf geïnformeerd. En ook aangegeven dat we beseffen dat hier iets is gebeurd dat niet had mogen gebeuren. En dat wij alles zullen doen om meteen een herstelplan, om een remedy te vinden. Die instructie is meteen gegeven door de president. En het team van de Centrale Bank heeft vanaf de zondag 9 uur in de ochtend vervolgens meetings gehad met de bankinstellingen, de Raad van Commissarissen enzovoorts. Hele batterij. Die besprekingen zijn voortgezet op dinsdag en op maandag. En dinsdagochtend 4 uur hebben we overeenstemming bereikt waarbij getekend is over de shortfall dat op dat moment er was. Kasreserve en termijndeposito's. Kasreserve 100 miljoen, termijndeposito's ongeveer 100 miljoen, totaal 200 miljoen. Those are the facts. En er is ook afgesproken hoe dat wordt ingelost. Er is een ringfence, de banken, en daar wordt in feite nu de laatste hand aan gewerkt. Dat komt, als het goed is, maandag rond. Iedereen heeft zijn legal team. De Centrale Bank heeft zijn legal team. De andere banken hebben elk hun legal team. Alle verschillende accounts. Dus wat dat inhoudt, dat ringfence houdt, betekent dat de middelen zijn veiliggesteld voor het publiek. Het publiek hoeft zich op geen enkele manier bezorgd te maken. Het is pijnlijk. Het is regrettable dat dit gebeurd is. Maar wat de regering, wat het staatshoofd meteen heeft gedaan, is ingrepen om te zorgen dat de zaak meteen was gecontained. En dat is ons goed gelukt. Wat betreft de way forward, is natuurlijk een stukje paniek gaan ontstaan omdat veel informatie dat naar buiten kwam niet correct was. Er is nooit geld gestolen. Er is veel gezegd over 100 miljoen dat gestolen is. Dat is niet mogelijk en het is ook niet gebeurd. Door niemand dit. Van mij zijn Cuba. Dus zoals ik eigenlijk wilde aangeven, we hebben de kwestie kasreserve. Is volledig onder controle. Het betekent dat de centrale bank in feite heeft ingestemd dat op de middelen van de kasreserve
een joint signature. Dus het is veilig gesteld. Dat wat betreft het vertrouwen, dat gaat tijd nemen. Dat beseffen we ook. En betekent dat we dus invulling moeten geven aan een aantal randvoorwaarden. Wat betreft druk op de koers, er zijn een aantal maatregelen op korte termijn die genomen kunnen worden. En die worden ook genomen, die zijn in de pipeline, as we speak. Er zijn een aantal maatregelen die op middellang termijn en een aantal maatregelen op lang termijn. Er is onder andere ook gesproken met met de voorzitter van het parlement over wetgeving die klaar ligt, waardoor investeringen makkelijker kunnen plaatsvinden in de economie om zaken op te bouwen. Wat we moeten beseffen is dat we op het ogenblik het fiscaal tekort dat we maandelijks hebben, het is plus minus 390 miljoen per maand, dat moet worden geadresseerd. De regering begreep dat, de regering beseft dat en heeft een plan in feite om dat voldoende aan te pakken. Ten tweede, de verdiencapaciteit van de economie moet worden verbeterd. Daarvoor is onder andere de wetgeving waar ik naar verwees. Dat is klaar. Dat ligt ready to go. Ten derde, de beslaglegging moet worden opgeheven. We hebben het vonnis. Dat is in ons voordeel beslist door de Nederlandse rechtbank. En ik moet in feite ere geven dat voor een deel de inzet van de gewezen governor daaraan ook ten grondslag is. Ik bedoel, de fact is, vandaag wordt hij vergreust. Maar laten we ook niet vergeten, en als er zaken zijn geweest die gewezen governor niet had moeten doen, dan zal hij daar de ultieme prijs voor betalen. Het recht zal zijn beloop hebben. De aanklacht is ingediend en we zullen zien waar het gaat. Maar laten we ook meenemen dat er een aantal zaken waren dat ook zijn inspanning was van het succes dat we met Nederland hebben bereikt. In het leven moeten we ook die feiten meenemen en dat erkennen. Het is misschien niet populair om dat naar voren te brengen. Because it's not scandal. Zelfs twee dingen verkopen. Seks en scandal. En ik denk dat we, laten we zeggen, als verantwoordelijke media de feiten in de juiste jacket moeten plaatsen. En rekening moeten houden met ook verdiensten die er geweest zijn. Ik zeg dat tegen de achtergrond als een van de mede-ondertekenaars van de klacht tegen de gewezen governor. Ik hoop van harte dat uiteindelijk op korte termijn deze zaak kan worden beslecht. En als het zo is dat zaken strafbaar zijn geweest, dan zal dat aan het licht komen en dan zal er een veroordeling volgen. En zo niet, dan zullen we die consequentie ook moeten meenemen. In elk geval, één ding is zeker. De beschadiging van de man in kwestie is enorm. De pijn van zijn familie is enorm. Laten we dat ook erkennen en meenemen als good citizens. Ik denk de kasreserve, de kwestie van de claims die zijn, de kwestie van het OM is behandeld. The way forward, de president is nu in besprekingen
voor brengen van stabiliteit door middel van een nieuwe governor. Daar wordt druk aan gewerkt. En ik denk dat hopelijk de komende periode we er naartoe werken om stabiliteit te brengen. En laat me zeggen, deze dit pijnlijke hoofdstuk achter ons te laten.